Dus lieve mensen allemaal, ja, ik kan jullie niet zien, maar ik wens jullie ja allerbeste toe, echt. En mooie eindejaarsfeesten en een leuk en nieuw begin van een nieuw jaar, van een boeiend jaar, dat kan ik wel zeggen, echt, want wij gaan het allemaal boeiend maken, toch? Ja. Nou, daar gaan we al. Nou, ik had even verslikt hoor, verder is er niks aan de hand. Ja, waar gaan we het vanavond over hebben? Ja, kijk, we hebben natuurlijk weer al ja, een bijzonder jaar achter de rug. En een jaar van verwarringen, een jaar van onrust, een jaar van verdriet, een jaar van verlies, een jaar van pijn, een jaar van ongemakken, een jaar van hoop en vertwijfeling, een jaar van terug op jezelf terug te vallen en ja, dingen in vraag te gaan stellen. Want wat gebeurt er echt? Heel veel zekerheden blijken niet zo zeker te zijn dan dat mensen misschien altijd hadden gedacht. En ja, dat zet mensen aan het twijfelen, dat geeft veel angst. Ja, iedereen wil terug naar de oude gewoonte. En ja, het is allemaal heel begrijpbaar. En eigenlijk gaat dat echt over onszelf. Elk individu van ons, iedereen van ons, dat gaat het eigenlijk om. Het gaat om ons allemaal, lieve mensen. En dat wil zeggen hoe wij onszelf, het leven, proces van veranderingen, wat dan ook, heel de wereld, al wat er om gaat, beleven. En beleven is echt niet alleen wat je zintuiglijk waarneemt, maar vooral wat jouw bewustzijn, jouw denken daarmee doet. Jouw innerlijke beschouwingen omtrent al wat er gebeurt en de rol die jij daarin speelt. Kijk, de drang naar verbinding is groot, maar ja, in de verre ben jij echt verbonden met wat er in jou allemaal omgaat. En daardoor ook in anderen echt. In de verre spenderen wij tijd en ruimte om met ons innerlijke in contact te komen. En kan je zeggen, nou ja, tijd en ruimte, ja, nou, zoveel tijd hebben we niet om dat echt te doen. En dat is waar, de meeste mensen hebben niet geleerd daar echt tijd voor te maken om met jouw innerlijke aan de slag te gaan. Ik blijf bizar vinden, maar ja, zo is het echt van schoolswegen echt aangeleerd om eigenlijk niet met je innerlijke in contact te komen. En juist deze tijden. En ook heel de wereld en al wat er gebeurt, vraagt om eerst innerlijk met jezelf en daardoor ook met heel de wereld in verbinding te gaan. En de nood is groot naar verbinding, dat merken we. Hè? Dat merken we in welke richting dan ook. De nood is groot naar verbinding. Maar ja, hoe doe je dat? En in de verre. Vind jij daar ook je weg in? Nou, laten we eens kijken hoe dat komt, dat het voor zoveel mensen moeilijk is om met zichzelf innerlijk in verbinding te komen en daardoor ook met anderen in verbinding te gaan. Want ja, laat ons wel wezen, dat blijkt ook als je gesprekken ziet, zeker ook op Facebook of wat dan ook, hoe vlug daar dat de andere kant uit gaat. Hoe vlug dat er misverstanden of spanningen of zelfagressie naar voren komt. Dat wil zeggen, echt, er zit heel wat te broeien in vele mensen waar ze met hun eigen verbinding in feite in opspraak zijn gekomen. Wat dat wil zeggen, kijk, als jij onrust voelt, als jij je bedreigd voelt, als jij je onvrij voelt, dat zit van binnen. Dat zit niet aan de buitenkant. Dat zit echt van binnen. Dat betekent echt dat jij jouw innerlijke ruimte niet echt ontdekt hebt. Kijk, want als je naar binnen kijkt, je doet je ogen dicht, je gaat luisteren, gaat voelen, en misschien ben je ogen dicht ook waarnemen, maar ja, veel doen dat al niet. Ja, dan hoor je jezelf nog denken, in jezelf praten. En naar gelang je gemoedsgesteldheid en je motivatie, die gaan verhaaltjes zich voordoen. En dat doet zich dag en nacht voor. En dan is de wijze hoe dat jij er wel en niet mee verbindt, gaat ook het verschil maken in het denkkader. En daardoor ook
in jouw innerlijke ruimtebeleving of jouw gevoel van onvrijheid. Want, lieve mensen, de onvrijheid die jij voelt is jouw gedachte, niet de werkelijkheid. Vrijheid en onvrijheid heeft te maken met hoe je met dingen omgaat. En heeft te maken met al of niet al herkennen van ruimte. En dan denken we dan, ja, maar dat doen we toch wel? We weten dat toch wel? Ja, is dat zo? Is dat echt zo? Kijk, wat gebeurt er met ruimte? Moet je nagaan. We weten allemaal wel dat we allemaal in driedimensionaliteit leven. En 4, 5, 6, 7, noem maar op. Ook wel aanwezig is in theorie of in gevoelpraktijk of van verzinnen er rond. Maar van die 3D kunnen we toch zeggen, ja oké, dat beseffen we. Hè. Maar wat we niet beseffen is, niet genoeg, dat 3D ruimte is om je heen. Echt ruimte. Dat begint al van, als je nou 20 centimeter voor je neus gaat, of 40 of 50, maakt me niet uit. Dat is ruimte. Misschien als je druk hebt en bent gespannen en je beseft dat voor jouw neus hier ruimte is. Tenzij je met je gezicht tegen de muur staat, dan is daar een muur, maar meestal doe je dat niet. Dus er is ruimte. Moet je eens nagaan, even nagaan, gewoon even. Laat eens even wat er in je hoofd omgaat. 10, 20, 30, 40 centimeter, noem maar op, voor jou, daar is ruimte. Neem jij die ruimte waar als dusdanig? Zeg, nee, Janne, dat kan ik toch niet? Het is toch ruimte? Maar voel je nou die ruimte, dat het ruimte is? En dan heb je tot op heden toe met die ruimte om je heen en daardoor met ruimte in jou gedaan. Je praat die vol. Je maakt continu identificatieverhalen omtrent de ruimte om je heen en wat er gebeurt en niet gebeurt en noem maar op en wat mensen zeggen doen en wat er zo beweegt om je heen. Dus dat wil zeggen dat jij die ruimte door jouw zoektocht naar verbinding buiten jezelf. Jezelf overal projecteert, mensen. Kijk, de reden dat mensen zo vaak ruzie maken. Wel voor zijn, nee tegen zijn. Ga wel dit doen, of ik geloof het wel, of ik geloof het niet. Of ik heb je graag, of ik heb je niet graag. Het zijn allemaal maar invullingen van ruimte. En wat vult dat in? Ja, geconditioneerd denken. En geconditioneerd denken betekent, ja, denken is geconditioneerd, geprogrammeerd met aannames, met ideetjes, met een geloof en ongeloof. En vooral ook, ja, zelfbeeld, jouw identificatie met heel dat proces. Je hebt het niet door, omdat je het eigenlijk altijd doet. En de gevoel van onvrede heeft alles te maken met jouw identiteit. En jouw maturiteit. Hoe dat jij met jouw identiteit en de wereld omgaat. Want, laat ons wel wezen, 3D is ruimte, maar tot op heden toe gaat jouw zelfbeeld, ego, met heel die ruimte aan de haal. Jij bent altijd het middelpunt van wat er in de wereld toch gebeurt. Onbewust, soms bewust, en soms niet bewust genoeg dat je het eigenlijk doet. We zien dat ook vaak met ziekenbezoeken. Ik heb vroeger veel ook samengewerkt. Jaren als therapeut, maar ook met stressbegeleiding en zo. En dan komen soms mensen op bezoek bij die persoon. En ja, na 20 minuten of een half uur moet de verpleegster zeggen tegen die persoon. Ja, wil je alsjeblieft nou naar huis gaan? Want de patiënt is doodop van jouw bezoek. Natuurlijk ze nauwelijks zeggen, maar daar komt het eigenlijk op neer. En wat gebeurt er ook? Mensen komen in bezoek en zeggen, oh, wat erg van jou. En dan beginnen ze over zichzelf te zeuren en te klagen. En dan ligt die mensen daar weer zo van, ja, maar wat lig ik er eigenlijk te doen? Wat kom je eigenlijk hier neerleggen? En moet je eens nagaan hoe vlug dat wij gaan zeuren over onszelf. En dat bedoel ik heel liefdevol, hoor. Waarom zeuren we toch over onszelf? En hoe kan dat nou? Hoe kan je nou zeuren over jezelf? Als er innerlijke vrijheid zou zijn. Ja, wie dat jij bent, waar dat jij bent en wat dat je doet. Er is maar één mens die dat in heel het universum bepaalt. En dat ben jij. En mochten we dat nou eens doorhebben, dat in heel deze ruimte, aardse ruimte, universum,
innerlijke ruimte, spirituele ruimte, sociologische, relationele ruimte, noem maar op, economische ruimte, dat jij bepaalt wat jij er allemaal mee doet. Of niet. En dat is niet duidelijk daar. Want de conditionering heb jij van kinds af aan, van thuis uit, geleerd welke rol jij toebedeeld krijgt, succesvol of, daar heb je ze weer, ook op school en naar gelang je afkomst of je mogelijkheden, ben je ook gekwoteerd en behandeld en soms misbehandeld, soms zelf mishandeld. En dan heb je, ja, daar gebeurt het weer, dus het zou wel aan mij liggen, of wat dan ook. En misschien ligt dat ook wel aan jou, weet ik veel. Maar je hebt het niet door, je neemt gewoon die positie in. En zonder dat je het weet, dus wat er ook gebeurt, vertrekt vanuit die positie die je zelf hebt aangemeten. En je denkt, nee, daar hebben ze mij aangemeten. Ja, ze meten je van alles aan. Maar tenslotte is niet wat hen doen, zelf nu niet wat iemand met jou doet. Het enige wat echt, echt, echt belangrijk is en het grote verschil gaan maken, is wat jij ermee doet. En daarom, lieve mensen, naar binnen gaan, kan je eerst je rotzooi gaan opkaas van al die gedachten en die ergernis en die angsten, die projecties en die verwachtingen en die verlangens en die teleurstellingen. Ik word er gewoon gek van. Maar blijkbaar niet gek genoeg om ermee te stoppen. En ik bedoel ook niet er een eind aan te maken aan wat wij het leven noemen. Maar een eind te maken echt aan dat soort gezeuren en dat soort, ja, waar hebben we het eigenlijk over? Waar hebben we het eigenlijk over? Het zelf. Het ego. Het ikje. De altijd denkt dat nooit goed genoeg is. Heb je toch geleerd, zelfs spiritueel, moet weet ik wat allemaal gaan doen, om er ooit ergens echt te komen? Dan vraag ik altijd, ja, maar wat ben je nou dan? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, kijk nog eens goed. Je bent gewoon hier. Je bent gewoon hier, lieve mensen. Je bent gewoon hier, zoals je er altijd was. Alleen je denken verandert continu. Maar niet van motivatie en blijkbaar niet van zelfbeeld. Tenzij jij daar een einde aan maakt. Aan dat gezeur van dat zelfbeeld. Dat altijd maar zit te zeuren. Nooit iets goed vindt. Ook niemand goed genoeg vindt. Jezelf niet vertrouwt en daarmee ook niemand meer vertrouwt. Niet meer echt durft geloven in liefde. En ook niet meer lief durft zijn naar jezelf en anderen toe. En dat kunnen we vandaag samen. Als we dat willen. Als je het niet wilt, doe je het lekker niet. Als je dat wel wil, dan doe je het wel. Hoe zou jouw wereld, jouw leven erop vooruit gaan als jij nou eens voor jezelf zou afspreken? Nou, Jana, nou lieve wereld, nou lieve ikje, vanaf nu ga ik lief zijn. Tegen mezelf, ook tegen anderen. En ook als men mij niet begrijpt, dat begrijp ik toch. Het was al zo moeilijk om mezelf te begrijpen. Dus voel je niet gekrenkt als mensen jou helemaal anders interpreteren of helemaal niet begrijpen. Dat is toch het meest normale dat er is. Ze zijn allemaal zo deskundig of zo. Ze denken misschien van wel, maar is het helemaal niet. En misschien ben je ook helemaal niet deskundig om echt jezelf te kunnen in de gaten slaan. Maar wel als je begint met liefdevol te zijn. En wat is dat nou, liefdevol zijn? Dat zit al in de manier hoe dat we dingen omschrijven. Dat zit vooral in hoe dat wij onze ruimte benutten. Je dagdagelijkse dingetjes. Dat begint dan hoe dat je in bedje ligt. Maak het lekker gezellig. Probeer goed te slapen. Zelfs al kan je niet slapen, maak het dan nog gezellig. Maak het je gezellig. Hoe dat je jezelf 's morgens opmaakt, hoe dat je je wast, noem maar op, echt. Door je eten gaat klaarmaken. Geniet ervan. Geniet van die dingen. Maak het je gezellig. Kijk naar die kleine dingen met verwondering. Met schoonheid. Dat je de schoonheid terugziet van, oh kijk, wat een lekker glasje water bijvoorbeeld. Oh wat leuk dat ik stromend water in huis heb. En dat bedoel ik niet als het binnenregent, maar ik bedoel als je de kraan opendraait. Zeg ja, ik heb stromend water. Het komt langs de dak naar beneden. Dat bedoel ik dan niet, dat is niet zo leuk. Toch? Spijtig genoeg gebeurt dat ook wel met mensen. Dat vind ik dan bezig erg echt. En dat als ik dan ook denk, wat er ook in België allemaal gebeurd is, en dat mensen nog steeds niet door heel de staat daar doorheen geholpen zijn. En met een lening kom je er niet. Ik persoonlijk vind ik echt dat de staat kan zeggen, nou, weet je mensen, ten eerste moeten wij het probleem oplossen. Ik kan er geen politiek doen, maar
dat we die Maasgebied echt gaan doen wat we al jaren geleden hadden moeten doen. Uitgraven en opgehogen, zodat dat niet nooit meer kan gebeuren, want dat is echt vreselijk ellende. En we gaan heel die stad verbouwen, echt. We gaan dat gewoon doen. Zet er heel het leger in, zet er weet ik wat er allemaal op, echt. En we gaan dat echt doen. Dat jullie het komende jaar kunnen zeggen: we krijgen allemaal nieuwbouw en alles wordt hier gerenoveerd, echt. En wij zorgen dat jullie erdoor komen, zonder dat je dan moet gaan aanbetalen, want dat ligt aan ons. Wij gaan dat moeten doen. En ik zeg: ja, maar ja, nou ga je dat doen, de staatskas. Nou, laten we daar niet te veel drukte over maken wat met die staatskas gebeurt. Wat gebeurt er in godsnaam allemaal? Maar nogmaals, we gaan ons niet in de politiek storten. Maar ik bedoel, maar met liefde kunnen we onze ruimte totaal anders leren beleven en benutten. En als we die liefde in onszelf te gaan vinden, ook door onszelf meer tijd en ruimte te geven, ontdekken we een nieuwe vrijheid, lieve mensen. Een vrijheid waar ook gelukzaligheid. Zelf al is het ellende, zeg nou, ik maak misschien de ellendigste dingen mee. Maar omdat ik het nou zo liefdevol aanpak, ja, is zelfs die ellendigste momenten, heeft nog altijd die schoonheid in zich. En die schoonheid komt van binnenuit. En die straal je dan ook uit natuurlijk. Liefde heelt. Mensen, echt, echt. De aarde heeft liefde nodig. Alle mensen, groot en klein, hebben liefde nodig. En zorgzaamheid. Laat ons zorgzaam met elkaar, met onszelf omgaan. Spiritualiteit heeft voor mij alleen maar betekenis als jij daardoor ook wijsheid en mededogen hebt geleerd. En dat betekent liefdevol zijn. En ook niet veroordelen, zelfs al ben je het niet eens. Liefdevol zijn. En elkaar in die ruimte ontmoeten. In jouw journey. Jouw karmische existentie, jij als tijdruimtereiziger in dit leven, in dit heelal, in dit multiversum, in het hier en nu. That's what it is. It is your journey, it is jouw reis. Jouw reis van jouw ziel. Wat bezielt jou? Wat drijft jou in jouw gevoel? En hoe ver interesseert jou wat anderen drijven in hun gevoel? Kijk, we hebben ook allemaal gezien, nogmaals, we gaan niet aan politiek doen, maar soms moeten we wel zeggen wat met kunst en cultuur eigenlijk gebeurt. En ja, en dan de noodzaak van kunst en cultuur. De noodzaak van elkaar te inspireren, te entertainen. En ook wat muziek voor de mensheid betekent. Wat is eigenlijk muziek, lieve mensen? Voor mij is muziek echt de poort tot je ziel. Soul, dat is zo mooi gezegd. Soul music. De weg tot je ziel. De weg tot het gevoel. Want daar gaat het om. Muziek raakt ons in ons hart. Raakt ons in onze ziel. En zo kunnen we ook onszelf beter begrijpen. En ook de sfeer waar we in leven. Als je dat zou uitdrukken in muziek, wat soort muziek maak je eigenlijk? Is het een vrolijke toon, inspirerend, melancholisch, liefdevol, verhelderend, dynamisch, jazzy? Of is het gezeurig, geknetter? Of is het echt pokkensaai? Nou, speel een andere tune, zou ik zeggen. Kijk, heel veel mensen zijn vaak ontstemd. En dat is zoals iemand die begin leert gitaar spelen. Ja, die is ook ontstemd. Totdat je ontdekt dat je die gitaar kan stemmen. En zoals je gitaar kan stemmen, kan jij ook jezelf stemmen. Hoe mooi is dat? Dus ja, en dat zit van binnen. Dus kijk mensen, hoe kunnen we nou onze mind trainen, ons bewustzijn trainen, zodanig dat we minder vlug ontstemd raken? Nogmaals, als onze motivatie vrijheid, liefde is. En ook openstaan voor het welzijn van alle levende wezens. Dan moeten we ons geen bult gaan schrikken van wat er gebeurt. Dan is het juist de wijze hoe dan we met alles omgaat, gaat het verschil uitmaken. Dus in die zin kan jij door jouw motivatie te upgraden, met heel het leven, met elke ontmoeting, daar het beste uithalen. Daar iets moois van maken.
En vooral dat je er ook op een liefdevolle manier naar leert kijken. De wereld van verschil. Maar dat is het toch? Alles is verschillend. Wij zijn allemaal verschillend. Het leven is verschillend. En zo hoort het ook. En dan zien we echt dat onze mind die ruimte van het verschil, ons denken heeft hij nooit echt geïntegreerd als een realiteit. En ik garandeer jullie, want als we spreken hoe gaat die mind, dat bewustzijn dan allemaal verklaren, begin eens met wat dan ook te accepteren. En accepteren is geen fatalistische houding, maar is gewoon dingen onder ogen durven zien, zonder verzet. Kijk naar dingen. Groot en klein, mooi en lelijk, harmonieus en disharmonieus, vrede en geweld, ziekte en gezondheid, verbinding en eenzaamheid. Al die dingen durven onder ogen zien. En zeggen, ja, maar ja, dan word ik onrustig van, dan word ik verdrietig van, dan word ik... Ja, dat lukt me niet goed, ik iets aanvaarden. Inclusief mezelf of anderen aanvaarden. Als ze mij niet aanvaarden, kan je aanvaarden om niet aanvaard te worden. Ja, dat is vrijheid. Dat is nou vrijheid. Ook aanvaarden om niet aanvaard te worden. Vrijheid is acceptatie. Acceptatie is de weg naar integratie van vrijheid. To accept. En acceptatie betekent ook verbinding. Verbinding met wat er gebeurt. Verbinding met wat er is buiten jou en in jou. Dat wil zeggen, to relate. De relatie die jij hebt met de wereld in jou en om je heen. Nou, lieve mensen, omdat deze lezing, ja, is zoals ze is eigenlijk... Wil ik ook veel ruimte geven aan wat jullie vandaag er willen in neerzetten. En dan denk ik, ja, ik heb nou een half uurtje even wat, ja, dingetjes aangeraakt. En misschien is het nou goed om ook via jullie om bepaalde thema's aan te halen. En daar misschien samen even naar te kijken. Of daar bepaalde inzichten aan te geven. Dus ik zou zeggen, Margot, zijn er al mensen die bepaalde opmerkingen of vragen hebben? Dat we die gelijk daarmee kunnen in bespreken met elkaar. Nee, op dit moment zie ik nog geen vragen. Ja. U kunt uw vragen dus doorsturen via de Q&A-knop onderaan je scherm. Daar mag je een vraag typen en ik of straks Ruben zal die voorlezen voor u. Maar op dit moment, Jana, is er nog niemand. Nee, nou, ik hoop dat er wel iemand die aan het kijken is. Ja. Nee, kijk, dan wachten we zometeen wel op een vraag. En ondertussen, ja, kijk, we hebben gesproken echt over de derde dimensie als zijnde ruimte. En als je echt beseft waar de ruimte is, dat betekent onnoemelijke mogelijkheden. Nou, ik wil jullie toch nog een primeurtje meegeven, echt. En dan ga je blij mee zijn. Of zeggen, kan jij er dan aan weten? En dan zul je zien, dan zul je daar wel achterkomen dan. Ik wil jullie een primeurtje meegeven, want kijk, het houdt iedereen wel bezig. En ik ga niet in detail treden, maar ik ga wel iets meegeven. Iets dat ik al een hele periode voel aankomen. En denk ik, nou, ik zal het nog niet zeggen. Even wachten, echt, tot het allemaal wat duidelijker nog wordt. Maar er gaan mooie dingen gebeuren. Ook omtrent corona. En dat wil zeggen echt dat dat de goede kant gaat uitgaan. Die Omicron variant blijkt ook veel minder toxisch te zijn. Echt, en minder mensen echt in de mortaliteit duwen. En in de intensive care en zo dingen. Dus dat blijkt gunstig te zijn. En dat is een voorbeeld om nog een andere variant die ik verwacht te begin in april ongeveer, maart, april. En die dan verder zal uitspreiden, echt. En die dan met de zomer echt, ja, blijkbaar schijnbaar gaat gaan verdwijnen. Maar daarachter komt hij de kop wel opsteken. Maar, lieve mensen, ja, daar gaan we eigenlijk, ja, niet veel meer last van hebben dan van een serieuze griep, zou ik maar zeggen. En zeg niet dat deze hetzelfde is, want dat is het niet.
Maar het gaat de goede kant uit. En waarom is dat nou? Omdat de wereldimmuniteit maakt dat dat virus daardoor mee muteert. En muteert wil zeggen ook afzwakt. Het gaat echt die kant uit. En dat is hoopgevend. Weggaat ze niet, want het is een massasvirus die allemaal blijft, dus als seizoengriep de kop opsteken. Maar die ernstige bijwerkingen die het voor sommige personen, en dat blijkt dan miljoenen mensen te zijn, wel heeft, die gaat zien de ogen weggaan en zelf grotendeels verdwijnen. Natuurlijk zullen altijd mensen zijn die van griep serieus in de problemen blijven komen. Dat kan je niet vermijden, dat is ook altijd zo geweest. Maar wat er nu gebeurt, en vooral met de Delta-vorm, echt, dat zal binnenkort echt naar de verleden tijd gaan. En dat wil ik jullie toch even meegeven. En ik zeg die dingen, zo'n dingen nooit vlug of wat dan ook. Dat mensen die mij beter en langer kennen weten dat. Dat ik mij daar niet vlug in uitspreek in die zaken. Maar ik denk, nou, dit is echt zo belangrijk. En ook hoopgevend voor al iedereen van ons, echt, dat je mag van uitgaan. Hoe dat je er ook tegenover staat, want daar ga ik vandaag ook niet over discussiëren hoor. Gaan we echt niet doen. Kijk, mijn liefde. Maar ik wou dit meegeven. Echt, het gaat de goede kant uit gaan. We zullen nog even moeten rekening houden, want het gaat echt de goede kant uit gaan. Zodanig dat iedereen, ja, het toch een beetje zichzelf en die ruimte kan benutten. Zoals jij het ook voelt dat je het altijd hebt willen doen. En ook in afwachting van die tijd die gaat komen, nog meer bezinnen. Echt, wat wil je eigenlijk met dit leven? Hoe wil jij jouw legacy van jouw bestaan hier achterlaten? Wat ga je doen? Jouw creativiteit, jouw spitsvondigheid, jouw inzet, jouw motivatie. En dat zijn nog mooie periodes echt om daar ook in voor te bereiden. De momenten dat die vrijheid allemaal terug optimaal gaat uitgroeien. Dat je ook voorbereid bent van nou misschien wou je altijd terug zelfstandig beginnen. Of ben je het nog en wou je toch nog aan de andere kant uitgaan. Bereid die dingen voor. Wacht op niks. Maar onderneem zou ik ze zeggen. Nou, maar ondertussen denk ik dat er wat vragen is gekomen. Ja, er zijn al een hoop vragen aan het binnenkomen. De eerste vraag, ja, de chat heeft iemand die gesteld: als je dingen aanvaardt, gaat de lichamelijke pijn dan ook weg? Dat hangt vanaf van waar je pijn van hebt. Als je een rugletsel hebt, je accepteert die, dan gaat die daarvan nog niet weggaan. Maar accepteren betekent onder ogen zien en dan moet je het niet uitstellen om daar wat mee te gaan doen. En gaan doen kan van alles betekenen. Dat kan zijn dat je ten eerste medisch advies moet gaan inwinnen. En dat kan zijn dat ze zeggen, ja, je moet je buikspieren gaan trainen. Of we moeten jou leren recht te staan, want je staat scheef. Wat meestal het geval is dat mensen in de rug krom staan. Ik heb het dan maar over rug, kan van alles zijn. Dus ik wil zeggen, echt, acceptatie is integratie en realisatie van die realiteit. En daardoor dat je ook adequaat, inhoudelijk daar ook iets mee gaat doen. Maar die gewoon zeggen, elke pijn en verder doe ik er niks mee. Nee, pijn vraagt actie en inzicht. En daardoor ook, ja, moeten die zeggen, ja, waarom voorkomt dat mij? Ja, daar heb je niet veel aan. Tenzij causaliteit van, ja, wat heb ik gedaan dat ik dit nou meemaak? Maar vooral echt, doe er wat mee, echt. Dus pijn gaat niet vanzelf weg. Pijn is een indicator dat er wat moet gebeuren. Maar door acceptatie dat die pijn er is, gaat het zeker de goede kant kunnen uitgaan. En dieper onderzoek doen, want natuurlijk is ook mensen met chronische hoofdpijn, dat soort dingen. Ja, dat ligt op heel veel vlakken. En dan is er heel veel laagjes dan dat daarmee te maken krijgen. Die door de acceptatie van het feit, dat je ook de ruimte gaat nemen, de tijd, om daar inzicht in te krijgen. En nogmaals, wat je kan oplossen, moet je oplossen. En wat je niet kan oplossen, ja, dan moet je maar leren leven natuurlijk, hoe erg het soms ook is. En meestal zijn er altijd wel alternatieve mogelijkheden. En medisch ook en ook andere mogelijkheden om daar toch nog in verbetering te gaan. En dan zal de toekomst nog meer en meer dingen van kunnen toepassen en benutten en ontdekken echt wat we staan maar aan het begin hoor van heel veel dingen. Ja, is ja. Dankjewel. Dan is hier een vraag. Ik ga het gewoon voorlezen. Ik vind het moeilijk om mijn eigen persoonlijkheid te accepteren en heb het idee dat dit mij in de weg staat om in liefde te zijn. Aan de andere kant is het niet liefdevol om mezelf niet te accepteren. Ik ben hierover in verwarring. Kun je daarover iets zeggen? Nou, kijk, de persoonlijkheid waar je tegenaan loopt,
is niet jouw persoonlijkheid, maar jouw omschrijving of omschrijving van je familie die je overgenomen hebt. Dat wil niet zeggen dat jij dat echt bent. Dat is meestal een heel ondeskundige omschrijving van wie dat je bent. En wat wij niet geleerd hebben is, neem nou dat je zegt, nou ik ben niet zo handig, ik ben vlug afgeleid, ik ben misschien liefdesdepressief of zo. We hebben dat ook nooit leren accepteren, dat die dingen gewoon er zijn. En dat kan zich voordoen. Dus al ben je wat trager en heb je ze niet allemaal direct op een rij en noem maar op echt, moeten we eerst dat zelf accepteren. En het kan zijn dat het klimaat in je familie dat ook nooit echt geaccepteerd heeft en dat je er altijd een rot opmerking van gekregen hebt en noem maar op. En zelf in je beroep dat je er ook lastig mee hebt. Maar dan moet je eerst dat zeggen, van kijk, als je wordt geboren, je hebt geen benen of ze speelt ze kwijt onderweg met een accident of zo. Ja, dan moet je dat ook accepteren. Dan kan je er wel prothesen aan zetten, maar ja, de beentjes zijn er wel af natuurlijk. Dus ook als je andere dingen hebt, echt, dat je zegt, nou, van uiterlijk of van dit en dat, ik kan het niet goed accepteren. Acceptatie is liefde missen. En liefde heelt. Ik wil zeggen, het is niet wat het is. Het is de omschrijving van wat het is. Daar loopt het fout. Jij bent niet de omschrijving. Je bent dat wat is. Zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal, spiritueel. Je bent dat wat is. En dat is niet de omschrijving. Nee, echt niet. Kijk. Nou ja, ja. Everything is a state of mind. Everything is a state of mind. Nou, ik was vandaag, ik kan het wel even laten zien. Ik was al een schilderijtje bezig, het hangt hier achter mij. En ik had het nogal vrij bruut opgezet. Het is eigenlijk nog eigenlijk niet helemaal klaar. Dus normaal mag ik het niet laten zien, maar ik doe het toch. Ik had het nogal bruut opgezet eigenlijk. En dan is ook zo, ja, wat is het nou wat? Is het nou mooi? Is het nou niet mooi? Zeker wel expressief, maar wat is nou wat? En dus eigenlijk is het schilderij is niet wat de denker ervan zegt of van maakt. Schilderij is wat het is. En zo ben jij ook gewoon wat het is. En dat, kijk, onderwijs en ook spiritualiteit, hey, doet dat niet. Leert ons dat niet echt. En dan blijf ik mijn lezingen geven, omdat jullie dat wel mee te geven. Lieve schat toch, lieve schat, je bent niet wat je denkt. Je bent niet je omschrijving. Je bent veel meer dan dat. En zelf wel zeggen, ja maar Jana, ik ben angstig en ik ben onrustig en ik kan slecht concentreren en ik werk nooit niks af. Ja, oké. Dan ga je daarmee moeten werken. En meer liefde en meer ruimte te geven en daar orde in te brengen. Want als kijk, als tot op heden toe jouw leven verkleurd is geweest omdat je 70% al bezig bent dat je niet goed genoeg bent, dan ga je leven 70% ermee opschieten als je dat niet meer doet. Wees niet meer bezig dat je niet goed genoeg bent. Doe de dingen gewoon die goed voor je zijn. En dan schiet je echt mee op. En durf afgewezen te zijn. Durf te zeggen, nou je bent een lelijke eend. Nou als ik jou mee kan helpen, prima hoor. Toch? Nou. Dankjewel. Er was hier nog even een vervolgopmerking op de persoon die had gevraagd over de pijn. Ja. En, mijn beeld verandert hier ineens. En ik ben eventjes hier, de techniek ben ik niet helemaal gewend. Ah ja, en die antwoordt, oké, dankjewel, het is inderdaad rugpijn. Dus dat was een antwoord op die vraag, de eerste vraag. Ja, nou, als je nog graag geeft, dan kwam meer van zich. Ja, lage rugpijn. Ja, dat zijn natuurlijk medische erfelijke oorzaken. Hè? Die onderrug, die bek is wat gekanteld. Ik vind het ook altijd gek dat ze ook vaak huisdokters dat niet oppikken. Want vaak is het ook vaak al opgelost met een zooltje in je schoen te liggen. En dat je bekken begint recht te staan. En dat daardoor je rug ontlast wordt en dat soort dingen. Maar je kan ook naar een rugschool gaan of naar Alexander methode. Dat is heel goed. Dat is trouwens terugbetaald door de ziekenkast. De meeste mensen zeggen, nou ja, wat zeg je nou? Alexander methode. Nou ja, Alexander methode, zoek het maar op. En die leer je, ga jij eenmaal uitmeten hoe daar jij staat. En dat echt in kaart brengen hoe scheef daar jij staat. En die gaan jou leren recht te staan. En daardoor verdwijnen vele klachten. Heel veel klachten. Zowel organische als vaak ook die rugklachten. En dan ook nek- en schouderklachten. Want ja, dat hangt allemaal aan elkaar natuurlijk. Maar
spiritueel, psychologisch heeft dat ook te maken met voor jezelf in te staan. En mensen met lage rugklachten is mijn ervaring ook, dat het ook vaak mensen zijn die over hun schoenen worden getild. Dat wil zeggen dat je altijd denkt dat je net iets meer moet doen dan je eigenlijk zou moeten doen. Om erbij te horen, om aanvaard te worden, wat dan ook. Dus daar zit eigenlijk een proces van overcompensatie en onderwaardering in jezelf. En dan ga je over je eigen grenzen altijd. En dan zien we ook vaak dat het al die andere dingen, ook in de opgroei, dat het zich zo begint uit te drukken. Dat is wat ik althans in al die jaren ervaring zeker ook mee vastgesteld heb. Dus ook daar zit een spiritueel psychologische kant aan, waar je zelf eens kan naar kijken, in hoeverre kan je grenzen aangeven, ook in de eerste plaats aan jezelf, maar daardoor ook aan anderen. En in hoeverre ga je ook letterlijk en figuurlijk met die grenzen om. En dat kan al veel beter jouw innerlijke stabiliteit, maar ook medisch gesproken jouw rugstabiliteit verstevigen. En nota bene zijn ook spieroefeningen, buikspieroefeningen en stretchoefeningen heel belangrijk om van die chronische klachten vanaf te geraken. Want als je beenspieren veel te kort staan dan wat je wil, en je loopt al met een bekken dat scheef staat en daardoor je rug die scheef staat, nou, dat trekt allemaal op elkaar. Het is ook stretchoefeningen, maar daar kunnen medische mensen die daarin opgeleid zijn jou heel goed in begeleiden, echt om je dat aan te leren, waardoor je op een medische manier, maar ook op een sportieve manier, en zelf ook met yoga technieken, jouw organisme die kracht en stabiliteit geeft, maar ook het inzicht geeft van dat jij altijd eerst met je balans moet leren werken. Want dat is wat dat vertelt. Inner balance. Ja. Dus ja, dat wou ik nog even meegeven. Dankjewel, Jana. Dan hier een vraag. Lieve Jana, ik heb ontdekt dat ik in het contact met anderen snel de neiging heb sociaal aangepast gedrag te vertonen. Ik ontdek ook dat ik tijdens contact met een ander moeite heb op in het nu te blijven. Om signalen in en bij mezelf te kunnen herkennen en op te anticiperen. Ik neig vervolgens ook erg onzeker te worden met wie ik wel en niet om kan en wil gaan. Hebt u een tip ter ondersteuning voor me, hoe ik kan oefenen om in contact met anderen dichter bij mezelf te blijven? Dus wat ik eruit hoor en ook voel, is het angst om kritiek te krijgen en afgewezen te worden. Dat wil ook zeggen dat je ook zelf veel kritiek aan jezelf hebt en ook echt gelooft dat het niet echt optimaal of goed zit. En dan ben je bang dat anderen daar ook nog eens telkens opmerkingen gaan geven. En het kan ook zijn in je opvoeding, in de familie, dat dat ook een beetje een cultuur was. Die ook altijd zegt waar het zogezegd fout zit. En niet waar het allemaal goed zit. En dan kan je ook bij jezelf zien. In de verre kan jij jezelf ook belonen. Om te zeggen, nou, die heb je toch goed gedaan. Kijk, heb je dat weer al opgelost? Nou, prima toch? En dat je dat ook nooit echt zegt. Ik raad jullie dan allemaal aan. Ook verbaal dat echt uit te spreken. Nou ja, nou, dan ben je echt goed bezig hoor. En dan zit je zelf kort zeggen ze, nou, dat komt wel binnen. En dat zijn we niet gewend, maar doet het eens wat vaker. En als er dan iemand zegt, oh, dan heb je ze weer, of dat, of dat. Nou, kijk, dat wil zeggen dat hij slechte communicatievormen heeft, meer niet hoor. Dus probeer niet altijd dat ego te zoeken. Dat is toch een ziekte van de mensheid eigenlijk, dat we dat aangeleerd is geworden en daardoor heel veel ellende heeft teweeggebracht. Kijk, wie daar jij bent, is niet wat de wereld bepaalt. Dat heeft het universum al lang van jou meegegeven. En uiteindelijk bepaal jij dat zelf, als jij een akkoord vindt met je eigen ziel, met je eigen gevoel, en daarmee leert werken. En ja, dat moeten we wat meer tijd gaan insteken, want het is duidelijk dat heel veel mensen met die gevoel niet goed kunnen werken en geen akkoord met zichzelf vinden. En daardoor ontstemd zijn, als we het aan die muziektermen op te blijven uitdrukken, wat ik eigenlijk wel leuk vind. Dus ten eerste, jij kiest met wie je omgaat. Ga je met mensen om die altijd op je dak zitten en je de huid vol schelden of minachten doen? Nou, ga er daar niet meer mee om. Laat ze staan gewoon. En zoek mensen die liefdevoller zijn en wat leuk met jou willen. En die jou gewoon leuk kunnen vinden. Wat er ook mag zijn. Zelf al heb je het niet leuk. Zeg, nou, kom hier, schat, en vertel het maar eens. Ga maar even een theetje drinken. We gaan een wandelingetje maken. Ja, en die mens moeten we niet wachten dat we die tegenkomen. Wees die zelf. Maak zelf de dingen wat leuker, echt. Dan zeg je, ja, maar ja, dan ben ik niet gewend en kan dat niet goed. Nee, maar dat is zoals met wandelen en lopen. Oefeningen baart kunst. Dus begin er maar al mee, zou ik zeggen. Begin jezelf eens een schatje te noemen.
Zeg, het is luid op. Nou, ik ben eigenlijk wel een schatje. Niemand mocht het weten, maar eigenlijk ben ik wel een schatje hoor. En als anderen dan zeggen, nou, ik vind jou maar niks, dan zeg je, prima, maar ik vind mezelf wel een schatje. Dus ja, dat is jouw gemis dan. Dag Jana, je kan mij goed horen, hè? Nee, dag Grieven. Hallo. Ik denk dat je dichtbij bent. Ja. Ja, inderdaad. En jij kan mij ook zien, hè? Ja, Oké, prima. super. Ja. Ja, dus ik ben eventjes op een andere computer erbij gekomen. En Margot, ah ja, ik zie het al. Oké, super. Ik had aan Margot gevraagd om eventjes de vraag die nog gesteld moest worden door te sturen via Zoom. Dat is gelukt. Dus, als het oké is, dan neem ik het vanaf hier terug over. Oh, geweldig. Nou, oh, Oké. bedankt maar gewoon dat je het al tot de voorrecht op jou had genomen. Je hebt dat prima gedaan, zoals altijd natuurlijk. Hè? Ja. Ja, inderdaad. Oké, eens kijken wat we hebben. In verbinding komen met jezelf. Ik weet het niet. Ik herken wel vele dingen die Jana aanhaalt, maar weet niet of ik in contact ben met mijn innerlijke. Als ik goed oplet, dan hoor ik wel mijn innerlijke stem allerlei dingen vertellen. Dan sta ik daarbij stil en probeer die stem wat stil te laten zijn. En daar eindigt de vraag. Ja, het is niet echt een vraag. Het is waarschijnlijk een vraag van wat is uw advies in deze situatie? Dus ik hoor wel mijn innerlijke stem dingen vertellen, maar ik weet niet goed of ik daar goed mee in contact sta. Dat is denk ik de basis. Ja, heel veel voorkomend. Mensen zijn gehypnotiseerd door het denken. Kijk, denken is een omschrijving. Denken is een vorm van meten en vergelijken. Is een instrument, is vrij mechanisch. Je gevoel niet. Je gevoel, dat ben jij, dat is het leven. En dat reageert op al wat je denkt. Dus om echt bij je gevoel te komen, dat is wel met muziek. Als je de partituren zit te lezen, als je muziek kan lezen, ja, dan ben je gewoon. En als je die dan nog mechanisch en wiskundig gaat beredeneren, ja, dan hoor je de muziek niet echt. Dan ben je gewoon naar die toonsafstanden, die intervallen en noem maar op. Dan ben je naar kijken echt en proberen op die manier echt het jezelf aan te leren en eigen te maken. Maar muziek wordt maar muziek als je niet meer begint te denken, maar te voelen. En dan begint, moet je echt luisteren naar de sfeer die er vanuit gaat. De sfeer. En wat roept die sfeer op in mijn gevoel? En zo ook in meditatie, wat eigenlijk aandacht is. Er is dus maar een woord hoor, een beetje een verkracht woord trouwens. Maar als je in aandacht gaat naar dat gevoel, dan zal je merken dat als je daar dan gewoon ademen en leert aandacht geven aan dat gevoel, dat dat gevoel ten eerste al zal tot rust komen als het denken dat gevoel niet meer aanvalt. En hoe meer jij dat denken durft loslaten, die teksten altijd van omschrijvingen en conclusies en discriminaties en dat soort dingen, laat dat dus gewoon maar waar het is. En ga naar dat gevoel, ademen, zitten en in het voelen gaan. En ook als je met je open ogen ergens gaat rondwalen in de natuur of zit op een bankje en gewoon kijk naar de lucht en naar de bomen, naar de wind en alles wat er beweegt om je heen. Dat is heel meditatief, ik raad jullie dat heel hard aan. Ook met dit weer, tenslotte. Gewoon doen. En waarnemen, voelen echt. En dan ga je in dat gevoel ontdek jij de echte wereld. De wereld die nooit het denken en de omschrijving is. De echte wereld is iets levendig. En je gaat terug voelen. En dan doorbreken het ego mindset. Want mensen, waar jullie allemaal last van hebben, is de ego mindset. En, ongeacht wat mensen soms zeggen, die ego mindset is 2D. Dat is een beeld voor of tegen. Heel dualistisch. Voor of tegen, voor of tegen, voor of tegen. Van jezelf en anderen, voor of tegen. Het gaat heel vlug. Staat die mensen zien boos worden, typisch 2D, voor of tegen. Dat heeft geen ruimte, dat heeft geen levende inhoud. Als die 3D tot leven komt, en dat is door in stilte waar te nemen, gewoon luisteren, in jezelf voelen en buiten jezelf, en waarnemen. En vanuit het gevoel terug herontdekken. En dan zie je dat zowel innerlijk als uiterlijk daar die verbinding, die is er eigenlijk altijd geweest, dat je die terug herstelt en zegt, nou, nou weet ik het terug.
in mijn denken wist ik zelf niet, waar leven we nou? Wat is dat nou? Belastingen betalen en al je opbouw moet je weer afgeven. En het is toch nooit goed. En dan ben je te jong en dan ben je te oud. En dan ben je te dik en ben je te dun. Het is altijd wel wat. Ja, zo is het met het denken. En dan ga je dat voelen. En dan zie je in één keer de schoonheid. De schoonheid van Oud-Antwerpen. Of Brussel. Of New York. Of Amsterdam. Rotterdam. Wat dan ook. Echt. Je ziet schoonheid. Het is schoonheid van mensen die alles doen om elkaar te ontmoeten. Ze weten ook niet waarom, maar ze willen het wel. Ze moeten het wel. Schoonheid van mensen die in stilte elkaar helpen. Schoonheid van die bejaarde vrouw die naar je kijkt. En denkt van, ja, dat was ik vroeger ook zo. En blij is met wat jij aan het doen bent. Zij doet het niet meer, maar ze is al blij dat jij dat nou ook allemaal gaat ondervinden. Schoonheid die jij begint te herontdekken, omdat je zoals in de muziek met je hart begint te luisteren. En wijsheid komt pas als we met ons hart beginnen te luisteren. Ook naar wat we denken. En als het al opgejaagd dat negativiteit zich over, neem ik me tot op heden heel mijn leven bestookt met zo'n soort gedachten. Die gedachten, power of the mind, die kan je resetten. En je kan terug liefdevol leren denken en respectvol. Zelf ben je het niet eens. Dan zeg je, nou ja, ik hoef niet eens te zijn. Ik respecteer het wel, het bestaat. Het zijn wel journeys from the soul. Zelf is het heel negatief. Denk, nou, wat zit jij nou met geweld en drugs bezig? Ik denk, nou, wat wil je? Heel veel kinderen en volwassenen voelen zich totaal niet geaccepteerd. En glijden helemaal af in een soort Wild Western verhaal. En ja, die willen ook respect en verbinding. Maar op een totaal andere manier. Dat zeker maatschappelijk niet geïntegreerd is. Maar erin zit nog altijd die levende ziel. Die ook liefde en waardering wil. En dat kan je allemaal terug leren zien. Ook van jezelf. Dus niet concluderen, niet redeneren. Maak geen thesis van jezelf. Maar ontmoet jezelf eens. Proef eens van jezelf. En niet even maar. Kijk, wat jullie het meeste doen, heeft het meeste impact op jullie. En als het altijd te denken is om ja, discriminerend, eliminerend naar alles en jezelf te kijken, ja, dan natuurlijk gaat je gevoel er niet blij van worden. Maar hoe blijer ga jij niet worden en hoe vrijer ga je niet worden, als je daar echt een andere draai gaat aan geven. En veel meer ruimte. Want kijk, lieve mensen, ook de vierde dimensie is het onderscheidingsvermogen in die derde dimensie. Dat wil zeggen dat jij kwantumfysisch en daardoor ook karmisch causaliteiten gaat onderzoeken en begrijpen. Maar dat is niet meer dat oude denken van 2D voor of tegen geloof of geen. Dan moet je echt waarnemen, zoals in een koopprogramma, what's going on. Hoe werkt dit? En experimenteren, hoe werkt dit nou? Hey, dat moeten we allemaal nog meer en meer gaan leren doen. Vooral dat die vijfde dimensie dan ook in echt ontwaken kan komen, moet die vierde goed geordend worden. En dat wil zeggen functionaliteit in die ruimte ontdekken. En dat wil zeggen, alles wat er gebeurt, heeft onnoemelijk veel mogelijkheden. En het is aan ons om die te ontdekken en daar wat mee te doen. Nou, hoe mooi is dat echt? En dan gaat je denken, die daar spiritueel, wetenschappelijk, liefdevol naar leert kijken, dan heb je geen last meer van je denken. Dan werkt het voor jou en voor de wereld. En dat soort denken wens ik jullie allemaal van harte toe. Dat is heel mooi, dankjewel Jana. Dan ga ik eventjes twee vragen samenvoegen. Wat denk jij over de polarisatie die op dit moment in de wereld aanwezig is of sterker wordt? Bijvoorbeeld met betrekking tot vaccinaties, mensen die voor en tegen zijn en wiens, waarvan dat de conflicten groter worden. Dat is de vraag. Ja, ik heb er straks ook gezegd dat ik al een geruime tijd voel aankomen. En dan heel lang echt, maar daarom heb ik het eindelijk eens meegedeeld, dat het met de corona de goede kant gaat uitgaan. We hebben die Omicron die het nou voordoet, die is al minder erg dan de Delta-vorm. Maar er komt nog een andere variant, en zelf erachter nog één, wat telkens afzwakkend betekent. En dat komt door het immuniteitsniveau van heel de wereld, muteert dat virus. Maar kijk, een virus anticipeert op het DNA van de mensheid. Maar als bij ons het RNA, want een virus bestaat uit RNA, als ons RNA ook verandert, omdat onze immuniteit verandert, verandert daardoor ook het virus. En omdat wij meer weerstand hebben, verzwakt het virus.
En dat is wat we nou meer en meer gaan zien. En ik garandeer het jullie dat het ook die kant gaat uitgaan. Dat is heel hoopgevend. Dus ook die polariteit. Ik weet dat er uiterst rechtse organisaties achter zitten. Om echt, en dat is in Nederland ook al uitgesproken. Om terreur te gaan plegen. Echt terreur. Dingen in brand te gaan steken. En mensen van de verpleging te bedreigen. En ik verzin niks hoor. Dat is echt wat ik zeg. Dus die zijn daar echt van plan. En dat is ook altijd de bedoeling geweest, echt, dat daaronder, bij al die lieve mensen die uit eigen ideaal daar een idee over hadden, dat diegenen die eronder zitten en bepaalde informaties hebben opgebouwd, ook uitstrekse redenen hebben om destabilisatie in de maatschappij te maken en die polarisering in gang te zetten, om ketenschoppen, om oorlog te maken, om daardoor een coup te doen en proberen, ja, ze hebben geen plan hoe dat ze het gaan verder zitten, maar ze willen wel die establishment helemaal omverwerpen, ja. En dan, ja, kijk, als je dat wil, moet je dat maar doen. Hè. Leuk is het niet en gunstig is het ook niet. Maar ja, het doet zich voor. Ja, dat doet toch altijd. Als er crisissen zijn in alle tijdsgebieden. Denk aan de Eerste, Tweede Wereldoorlogen. Hadden we ook grote crisissen. Dan krijgen we dat ook altijd. Ja, dan krijgen we dat ook, ja. En ja, maar omdat het virus gaan we gaan afzwakken. En daardoor de maatregelen gaan breder en breder terug openkomen. Gaat iedereen wel zeggen, nou dan heb ik ook geen zin om helemaal eens in brand te steken. Maar dat gaat naar de goede kant uit. Maar het geeft wel aan, die polarisering is er altijd geweest. En die polarisering, dat zit in het individu. Kunnen wij dingen onder ogen zien en willen we daar ook rekening mee gaan houden? En kijk, als iemand kanker krijgt of wat dan ook, hebben we altijd de ontkenningsfase en rebelleren tot... Als een kind een bepaalde handicap heeft en moet daarmee leren werken, heb je ook altijd verzetsfase, ontkenning. En daarachter, ja, dan moeten we er wel mee aan de slag gaan. En dat is met heel de wereld ook zo. Als er dingen gebeuren die heel de wereld in het gedrang brengen en daar grote problemen geven voor de medische wereld, echt van hoe moeten we dat opvangen en politiek, ja, als we zeggen we doen niks, ja, dan gaan miljoenen mensen eronder door. Zeg niet dat het niet waar is, het is wel waar, ik werk met de zorg en zo. Dus. Maar ja, doe wat je wil. We gaan er zeker niet over discussiëren. Wil je liever hebben dat het allemaal niet waar is. Keep on dreaming. Maar die dingen hebben we altijd voorgedaan. Dat wil zeggen, hoe verwerken wij realiteiten? Moet je eens nagaan. Ook, je kan zijn dat jij zelf met een letsel zit of met trauma zit. En dat is, kijk, ik heb al heel veel jaren psychotherapeutische begeleidingen gegeven. Eigen praktijk. Ik ben daarmee gestopt. Ik geef nog lezingen en nog een cursus, echt. Maar geen psychotherapeutische praktijk meer. Maar ja, dan moest ik zo vaak mensen aanleren echt. En dan blij zijn dat ze komen. Maar al die mensen die niet komen, lopen jaren met trauma's rond. En soms met lichamelijk, maar ook geestelijk ongemakken. En die jaren zijn jaren van ontkenning geweest. Dus de ontkenningsfase is een heel ja, voorspelbaar fenomeen. Echt, als er wat erg gebeurt, dat massa's mensen liever hebben dat het allemaal niet waar is. En als je daar beter met gaan slapen, ja, dan is dat maar zo, zeg maar dat niet waar is. Maar aan de andere kant echt, wat dan ook, wat er ook in de wereld gebeurt, zowel van armoede, ziekte, geweld en honger en opwarming van de aarde en dat soort dingen. Ja, het vraagt allemaal een inspanning van ons, maar het leert heel de wereld een grote les. Een grote les, lieve mensen. One world, one destiny. Eén wereld, één bestemming. En door de grote problematiek worden we op onszelf teruggeworpen. Moeten wij zien in deze geschiedenis, dat historische geschiedenis is waar de wereld nou doorheen gegaan is. En ontgaan is trouwens. Wat doen wij voor elkaar? En hoe bewust zijn wij nou? We hebben het over het Westen en over ons eigen land en een eigen streken, noem maar op echt. Maar ook in die Afrikaanse landen en in India zijn massa's drama's, omdat er veel minder medische zorg is en dat soort dingen. De meeste mensen weten het niet, de meeste mensen interesseren het hen ook niet. En dat is echt dramatisch, want ja, die hebben die vaccins niet, die hebben die dingen niet. En zelf wat ben je er tegen? Maar ja, het redt wel mensenlevens. En zeg je, ja, maar het brengt ook mensen in problemen. Ja, maar het percentage echt is in de gunstige kant, het redt meer mensenlevens dan dat mensen daar eens een allergische reactie op maken of wat dan ook. Maar niet dat dat onbelangrijk is, maar we hebben het op wereldschaal. Dus als we daarna kijken, het motiveert ons in ons spiritueel welzijn. Do we care? Geven wij om welzijn van andere levende wezens? Ook al zijn ze ouder en hebben ze misschien al kanker of een ander letsel. En je zegt, ja, nou, je moet toch gaan. Ja, we moeten allemaal gaan. Geven wij om elkaar. Zijn we bereid inspanningen te doen?
En dan zien we dat dat heel moeilijk ligt. En heel veel mensen hebben dat misschien nooit echt moeten doen. En er zijn andere mensen die van hun jeugd al medisch altijd inspanningen moesten doen, omdat ze astmatisch zijn of reumatisch zijn of andere aandoeningen hebben. Ze zeggen, ja, maar ja, jullie kunnen dat doen. Maar ik moet heel mijn leven discipline hebben om nog maar gewoon basic dingen te kunnen doen. En zeg, ja, maar ja, daar heb ik allemaal geen zin in en geen interesse in. Heb jij voor gekozen? Zeggen ze dan. En nee, niet voor gekozen. Ik onderga dat. Ik weet dat spiritueel wordt altijd verkocht. Voor alles alleen heb jij voor gekozen. Nee, mensen, zo ziet het niet. Maar ja, moet je ook niet mee eens zijn. Keep on dreaming. Meer realiteit zijn, meer meetoog, meer respect en meer liefde. En daardoor echt one world, one destiny. Wanneer gaan we eindelijk eens met deze wereld en welzijn van mens, dier en natuur realistischer omgaan. En we worden allemaal door die trechter heen geduwd, met weerzin of met moed en enthousiasme en creatieve intelligentie van hoe gaan we dat nou wel doen? Einde van fossiele brandstoffen, yay. En dan vrije en zuiver energieën gaan, yay. En dan meer groen in de maatschappij brengen. En ik, als het mij ligt, op elke speelkoer en elke school, voor mij ook, hield schoolsonderwijs helemaal veranderen. Al wat dan nog niet voortgezet onderwijs is, maar ik bedoel, ja, tot wat is dat, tot 18 jaar of zo. Halve dag school, halve dag sport. En ook meer psycho-emotionele voeding. Wie ben ik? Communicatie, integratie, zelfbewustzijn en invoeringsvermogen. En daardoor ook alle andere vakken ook meer aan elkaar zitten, dat we wereldburgers krijgen die openstaan voor diversiteit en die van kinds af aan daar ook al in geholpen worden en ondersteund worden om daarin te groeien. Maar de nieuwe wereld begint bij onze kinderen en dan moeten we niet altijd die oude manier van lesgeven blijven geven, waar dat iedereen nou ook niet van gelukkig geworden is. Dan moeten we nieuwe inzichten gaan geven. En dat wordt wel eens tijd. Nou, geef mij maar eens politiek dingen met de minister van Onderwijs en zo. Nou, niet alleen bij hem, want ik denk niet dat hij rode van heeft. Maar we moeten echt in vernieuwen gaan. Dat begint van kleins af aan. En we moeten allemaal leren natuurlijker denken. Een kwestie van gezondheid en evenwicht. Kijk, karma betekent alles heeft gevolgen. En willen wij betere weerstanden, betere gezondheid, moeten we ook beter nadenken over al wat we tot op heden toe hebben gedaan. En nieuwe dingen gaan leren. En we zijn daardoor aan het groeien. En dat vind ik persoonlijk heel boeiend en uitdagend. En dat is allemaal nou bezig. Dus ik vind het echt een kans om jullie spirituele, realistische, menselijke manier van mededogen en globalisering in de zin van betrokkenheid, ja, nou allemaal die vorm te laten nemen. Het komt echt goed. Met zin, tegenzin. Dus die polariteit van tegenstelling, ik maak me er helemaal niet druk over, hoor. Dat roert zich en dan doen we het met wil. Dus, en ik weet ook, als die corona nou gaat afsmaken, wat dit ook echt gaat doen, dan zeggen ja, dan gaan we weer ergens aan de skate schoppen of niet, of terug spelen, of plezier maken, of andere dingetjes doen. Dus, en die uiterst rechts zullen wel iets anders verzinnen om iets in brand te steken. Dus die gaan dat ook maar blijven doen. Dus ja. Erg genoeg, maar ja, zo zit dat dan helemaal. Het is gewoon de ontwikkeling van de mensen die we tegenkomen in hun variaties. Ja. En we hoeven daar niet over eens te zijn, hoor. Dus, ik zeg jullie die dingen gewoon. Dus, ja. Dankjewel. Dan hebben we nog een reactie op een vraag die eerder is beantwoord. Dat is gewoon een dankwoord. Dankjewel, ik voel direct de liefde door jouw antwoord. En dan, oké, top, super bedankt. Je uitleg klopt helemaal. Grenzen aangeven is moeilijker en het komt goed. Voilà, en dan nog een vraag. Mooie wijze Jana, weer heel interessant. Wil je alsjeblieft nog eens ingaan op hoe je best kan omgaan met mensen die niet jouw mensen zijn? Ik ben soms wat streng voor mezelf en vind dat ik ook tegen deze mensen vriendelijker dien te zijn. Achteraf voel ik dit aan als verlies van veel energie. Kijk, als we nou eens zouden onszelf aanleren dat we niet iedereen die we tegenkomen moeten veranderen, dan gaan dingen heel makkelijk. Het is een ontmoeting. Het moet niet. En als iemand zeurt en klaagt en destructief is, ja, jij kiest of dat je daarmee omgaat. En zegt, ja, maar het is mijn werk. Ja, jij kiest ook je werk, tenslotte. En je kan ook zeggen, nou, ik ga dat of dat doen. En je leven in handen nemen.
Maar ook iemand die zeurt en negatief en destructief getint is en die zin echt ja, er nog niet op een rij heeft, kunnen we ook meedogend zijn en zeggen, ja, kijk, ja, je mag wel eens even een kwartiertje zeuren. Ja, we moeten dat niet zo zeggen van begin af aan, maar dan komt het wel op neer. En dan kan je vragen, ja, waar wil je daarmee naartoe? Waar wil je daarmee naartoe? Wat oplossing zoek je erin? Ja, misschien geen. Ik wil alleen maar zeuren en negatief doen. Oké. En heb je er wat aan? Nou, ik ben gewend, maar ik vind het niet leuk. Ja, ik ga het nog lang doen. Dus met open vragen stellen, kan je iemand bewuster maken, maar je hoeft dat ook niet op te lossen. Want kijk, dit is wel al bijna een therapeutische houding. Maar kijk, je selecteert eens wat meer met wie je omgaat. Dat is zoals met muziek. Er zijn veel radioposten dat ik zeg, nou, daar ga ik niet naar luisteren. Echt, sorry hoor. De stilte is veel mooier dan wat sommige mensen als muziek zien. Win ik dan althans. Maar tenslotte, echt, er zijn zoveel andere radioposten. En je hebt ook zoiets als cd's. En ja, ik maak zelf muziek. En je kiest ook zelf waar je naar luistert, toch? En zo ook met wie daar je omgaat. Als je zegt, nou, kijk, we liggen elkaar niet goed. Prima. Misschien trill je beter mee in andere richting, dan kan je beter akkoorden vinden. Dus bewust selecteren. Maar we moeten niet negatief worden omdat mensen negatief zijn. Negativiteit betekent dat iemand een beperkt vermogen heeft van schakelen. Naar redenatie en verbinding. Eigenlijk is dat erg. En dat bedoel ik niet meer achterhand hoor, bedoel ik echt oprecht. Maar iemand die negatief is, heeft een beperkt vermogen van schakelen, van verbinden. Die heeft geen ruim scala van variaties en beschavingen, waardoor het allemaal leuk en boeiend en inspirerend wordt. Die met een kleine zwart-wit redenatie waar ze zelf tegenaan lopen. Maar ja, als je dat zelf begint te zien en je blijft alleen maar met dat zitten, dan is het een herinnering aan wat je zelf doet. De ergernis die je hebt, is aan je eigen ergernis. Als dat mensen zouden beseffen, de ergernis die je hebt naar mensen, is de ergernis aan jouw ergernis. Je ergert je aan je eigen omschrijving, wil dat zeggen. En de rest is gewoon wat het is. Je hoeft niet leuk te vinden. Het is gewoon wat het is. Als iemand ligt te zeuren, ja, die zeurt tegen zichzelf ook. Ja, dan word je niet blij van natuurlijk. Maar nogmaals, er zijn ook mensen die dat niet doen. En je kan beginnen bij jezelf. Als je zegt, nou, ik zeur ook zo hard. En ik zie al mijn mensen al zitten zeuren. Hoe mooi gaat jouw leven niet worden echt in 2022? Ga je dat niet meer gaan doen? Zeur er niet meer tegen. En lach eens wat vaker. En misschien lachen ze dan ook wel eens. En nogmaals, je hoeft ze niet allemaal te bekeren. Kijk, dat slikkers in de natuur hier rondloopt. Ik bedoel, de bomen zijn vaak heel verschillend. Alle planten zijn verschillend. Het is zelfs mensen ook verschillend. Dus probeer eens mensen te accepteren in plaats van altijd te veranderen. Dat is stiek makkelijker. Oké. Dankjewel. Even kijken wat we hier nog hebben. Zeer mooie intentie voor de toekomst. Dankjewel. Bedankt voor je verbindende, warme boodschap om dit jaar af te sluiten, Jana. Aan iedereen een mooi, tussen haakjes, 2022. En dan vond het een geweldige lezing. Zeer mooie omschrijvingen die herkenbaar voor me zijn. Inspirerend. Bedankt, Jana. En als het oké is, dan kunnen we nog één vraag behandelen. En dan kunnen we misschien eens kijken of jij nog iets wilt zeggen om het... Ja. Om de jaarafsluiting af te sluiten. voilà, hier gaan we. Ik heb reeds maanden misselijkheid. Altijd beginnend in de ochtend. Het wordt beter naar de avond toe. Ik heb vele medische testen gedaan zonder resultaat, maar het is waarschijnlijk emotioneel of psychosomatisch. Mijn vertering is broken down. Ja. Hoe geraak ik daaruit? Ja, die vertering is broken down. Dus ik voel gelijk de dikke darm. Dus ik zou echt naar een maag- en darmspecialist toch gaan. Een internist. Niet gewoon een huisdokter, met alle respect. Maar een internist echt. Omdat ik echt het gevoel heb echt, dat het een stofwisselingstoornis is. Dat er veel stress mee gemoeid zit. Dat dat je darmslijm hebt. Echt, dat je darmwand daardoor geïrriteerd is. En dat het te maken heeft met gassen in de dikke darm. En dat je er inderdaad echt, daar word je echt misselijk van. Dat is een proces echt van vergisting dat je hebt. En dat zit zowel in de voeding als in hoe je dingen verwerkt. Want kijk, lieve mensen, je hoort zo vaak van die uitspraken. Echt, je moet er overheen stappen en loslaten wie je wil. En dan merk je dat jij dat niet kan. Iets verwerken betekent dat je iets in werking moet brengen. Althans, dat is iets verwerken betekent dat je iets in werking moet brengen. En in dit geval, ja, zit je al daar met te werken omdat iets niet verwerkt is.
En je gauw ligt te spuwen omdat je gauw niet durft spuwen, echt. En dan zit je van binnen ja, te ergeren en te doen. En die stofwisseling is gestoord, dus die dikke darm is ook ontregeld, echt. En daardoor wat ziek geworden. Dus dan krijg je echt gassen en dan word je ziek van. Ja. Het is, ja, een internist kan je daar wel raad in geven. En verder is het echt voeding aanpassen. Maar ook je sociaal gedrag en je zelfbewustzijn daar ook op werken. In werking brengen. Dus ja, je moet niet heel je leven misselijk blijven en denken, ja, dat is nou gewoon zo. Nee, dat vraagt echt dat je er wat mee doet. Dus het komt goed hoor, maar je moet wel de juiste weg zoeken. En daar zijn echt specialisaties voor. Een internist moet je niet onderschatten hoor, dat is een topspecialist. Dat is een arts van inwendige ziekte, wil ik dat zeggen. Die is heel uitgebreid scala, maar heel gedetailleerd. Dat zijn echt een hoge opleidingen met heel diepe inzichten. En die mensen echt even liefde voor jou welzijn hoor. Die kraalt het je echt aan, dan moet je niet meer blijven rondlopen. Nou, ik wens je heel veel beterschap en liefde voor jezelf. Echt de goede eindejaars voor de zitting. En let op je eten, zou ik zeggen. En alcohol en die dingen, dat gaat niet goed samen. Dat is al duidelijk, toch? Dank je wel voor het nuttige antwoord. En dan hebben we nog een paar dankwoordjes die ik eventjes zal voorlezen. Dankjewel, het was een positieve lezing, fijn jaareinde en een inspirerend 2022. Dank je Jana voor deze liefdevolle lezing. Deze liefde nemen we mee naar 2022. Dankjewel. Dank u. Zo mooi en liefdevol geschetst. Dankjewel Jana. Dan denk ik dat het... Dat de tijd is aangebroken, of misschien wil jij nog een woordje een afsluiter meegeven? Ja, kijk lieve mensen. Heel veel mensen denken altijd, nou wat kan ik nou doen? Hè? Wat kan ik nou alleen doen in deze grote wereld? Wat kan ik nou doen? Nou, het is een uitspraak, komt niet van mij hoor. Maar als je dan denkt bijvoorbeeld, als je op een slaapzaal ligt. En er mogen 100 of 1000 mensen liggen en er is 1 mug. Eens kijken wat 1 mug kan doen op een slaapzaal. 1 mug die houdt misschien 100 mensen wakker. Dus bedoel maar, of zelf heel de wereld is in de problematiek met 1 virus dat zich gemuteerd heeft tot vele virussen. En 1 virusje, dus je ziet het nog ineens niet. We hebben er allemaal last van, of angst van, of moeten we erop passen, of weet ik veel. Hè? Al die dingen echt. Dus denk niet dat jij niks kan doen. Maar behoud de vrijheid, je moet niet iedereen overtuigen. Van wat jij kan doen. Ik zou zeggen, doe het gewoon. En als het iets gunstig is voor het welzijn van alle levende wezens en in de eerste plaats ook van jezelf, nou, wat wacht je dan op? Ga met die banaan. Doe maar. Gooi de liefde erin. Spitter. Gooi je eruit. Gebruik je creativiteit. En let's be happy. Let's be jolly. En laten ze er allemaal wat van maken. En zoals Merkel dat goed, mooi kon zeggen, we schaffen das. Oké, lieve mensen, ik wens jullie een prettig eindejaar. Met een warm hart. En ook voor die mensen verloren zijn dit jaar. Of zelf nog aan het recupereren zijn. Ik wens jullie echt alles ten liefde en een heling toe. Mensen in de zorg. Applaus voor wat jullie dag en nacht doen. Want ik weet wat jullie doen. Dat weet ik echt. Ik ken ze ook. Kan je niet genoeg voor bezig zijn. Ook alle mensen die moeten, gezagsdragers, die moeten beslissingen nemen waar iedereen boos over wordt. Ook begrip, ja, hoe ga je een boot sturen als mensen niet mee willen sturen of wat dan ook, of het niet begrijpen. Wat ook begrijpelijk is dat mensen niet begrijpen. Ik hoorde straks nog een wetenschapper bezig die met bepaalde dingen bezig is. Die zegt, ik kan er nooit over praten, want niemand weet wat ik het over heb. Ik denk, ja, dat weten we dan weer al. Dus lieve mensen, wees lief voor onszelf. En wees lief voor deze wereld. En ja, we schaffen das. Dankjewel, Jana. Het komt allemaal wel goed hoor. Het komt echt goed. Geloof er maar in. Jana heeft het gezegd. Oké. Super. Nu is het beeld veranderd. Dus ik ga nog even uitleggen wat er juist op je beeld staat. Bovenaan zie je 2 komende activiteiten door Jana. Een online lezing, het verband tussen je blauwdruk en je relaties. En op 10 februari een webinar, dus dat is ook een gratis webinar. Sterven is een gedaanteverandering van de ziel die terug vrijkomt. Dus,
Die titels die zeggen al best wel wat, maar je kan meer informatie terugvinden op de website van De Kleine Bron. Inschrijven gebeurt ook via die weg, maar dat weet u waarschijnlijk allemaal al wel. En daaronder ziet u een lijstje met de komende activiteiten door de andere sprekers. Dus ik ga dit even op laten staan. Bekijk het gerust. Rechts onderaan ziet u nog de Facebookpagina van Jana. Die kan je ook volgen. Er komen ook altijd leuke quotes op. Of ja, leuk, wijze quotes. Leuk en wijs. En links onderaan zie je de website van De Kleine Bron. Ja, daar zal u ondertussen al wel een klein beetje bekend mee zijn. Zoals u al weet, verschijnt deze webinar die we net gehad hebben op YouTube. Dat gaat eigenlijk al direct nadat we afsluiten vanavond daarop staan. En dat betekent ook dat u heel makkelijk die video kunt doorsturen als u dat zou willen. U kunt delen met vrienden en familie enzovoort, of herbekijken. Dus doe dat gerust. En dan wens ik u namens De Kleine Bron een heel fijn einde jaar toe. Ik wens u al het beste toe voor 2022. En dat we elkaar nog vele keren mogen terugzien bij De Kleine Bron. Dus heel erg bedankt dat u er vanavond bij was. Jana, jij ook. Heel erg bedankt. Ja, en jij ook, Ruben en Margot. Heel veel liefde, heel veel bedankt. Echt. En voor al die inzet dat jullie altijd doen om mensen daardoor ook te inspireren, echt in die ruimte te faciliteren, dat het ook allemaal kan gebeuren. Met vele sprekers, voor iedereen is er wel wat, echt. En ja, om mensen toch tenslotte te motiveren om van hun leven wat te maken, toch? En dat lukt dan best aardig, denk ik dan wel. Ja, en dat doen we ook heel graag, inderdaad. Ja. Heel gepassioneerd. Dank je wel, Jana. Ja. Voor jou ook een heel fijn einde jaar gewenst. En ja, ik hoop dat het heel gezellig kan zijn. Ja, lekker spetterend. Ja. 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 En dan zien we elkaar snel terug. Oké. Ja. Dank je wel. Tot ziens.